Ja, lieve mensen, ik wacht even tot, tot er wat mensen binnenkomen. Anders is het ook zo saai. Hallo lieve mensen, welkom. We zijn nog met 13 mensen. Hey, hallo, goedenavond. Ja, ik welkom allemaal bij deze live. Ik dacht, ik doe hem even, omdat er is zoveel chaos ontstaan de laatste 2 weken. En het onderwerp van vandaag is even natuurlijk David Icke, die niet mocht spreken en nu zelfs geband is uit 26 landen. Complete waanzin natuurlijk, of je het nou met de man eens bent of niet. Of je het nou een fantast vindt of dat je hem nou een geweldige ziener vindt. Bizar dat hij gewoon geweigerd wordt. En ik was eigenlijk zelf met een aantal anderen van LNN gestopt met naar demonstraties gaan. Ik had er gewoon geen zin meer in. Maar voor morgen wil ik toch wel een uitzondering maken. Ja, nou, ik weet niet of je het allemaal mee hebt gekregen. Hallo Leia, hallo Misha, dag Kobi. Ik ga niet iedereen gedag zeggen, maar... Ja, even kort samengevat. Er was dus een demonstratie gepland. Volgens mij de laatste voorlopig van Samen voor Nederland. En dat stond in het teken van als een vrijheidsdemonstratie. Nou, alleen maar nobel natuurlijk, want oorlog is shit natuurlijk. Maar goed, daar was David Icke onder andere uitgenodigd. Nou, we hebben gezien hoe het CD er bovenop is gedoken. Met een of andere vage framing die volgens mij helemaal niet klopt. Holocaust-ontkenner, nou dat ligt ook wat genuanceerder. En antisemiet, ook bullshit. Want tegenwoordig is het volgens het CD zo dat als jij een naam noemt en het is toevallig een Jood. En je zegt iets negatiefs, dan ben je antisemiet. Dus ik weet niet, maar het lijkt erop dat het CIDI gewoon zwaar failliet aan het gaan is. Want de meeste mensen hebben wel door dat het niet klopt. En wat ook niet klopt natuurlijk is dat uiteindelijk de demonstratie verplaatst was. Omdat er zogenaamde ongeregeldheden zouden zijn. Lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk is hij geweigerd en heeft Samen voor Nederland, volgens wat ik begrijp, hebben ze de demonstratie ingetrokken. Waarna heel veel mensen bij zichzelf dachten van nou, dan gaan we op eigen titel koffie drinken op de Dam. Er zijn morgen wat meerdere smaken, want ik wilde eigenlijk niet meer naar demonstraties gaan voorlopig. Maar die vanmorgen ga ik een uitzondering van maken, want het woordje koffie drinken, dat klinkt als muziek in de oren. Plus, de waanzin is zo groot geworden in Nederland, en daar wil ik het toch ook nog even over hebben. Dat is... Als je naar alle bijdragers in de Tweede Kamer kijkt, van met name Gideon van Meijeren, Wiebren van Haga, Thierry Baudet. Ik bedoel, alles wat bekend is geworden over de WOP-verzoeken, is wel heel erg duidelijk dat, het is allemaal in your face, open en bloot duidelijk hoe leugenachtig dat hele coronaverhaal is geweest, de vaccinaties. Persoonlijk denk ik dat ze allemaal bloed aan de handen hebben en dat er tribunalen moeten komen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het is wel duidelijk hoe het zit, alleen het is een compleet raadsel hoe het mogelijk is dat zoveel mensen in Nederland en de media en weldenken, hoogwaarschijnlijk weldenkende mensen, nog steeds meegaan in de onzin. En dat er niet al lang en breed zoveel maatschappelijke onrust uitgebroken over de leugenachtigheid, is mijn raadsel. Ik denk dat toekomstige generatie antropologen, sociologen en psychologen zich daarover gaan buigen. Hoe dit in godsnaam mogelijk is. Hè? Dat alles wat de corona-critici al lang hebben voorspeld, dat nu allemaal ook nog uitkomt in WOP-verzoeken, officieel. Maar goed, dat is echt een compleet raadsel. Maar deze live is dus duidelijk om... hallo allemaal. Ik zie allemaal mensen die hallo zeggen. Ja, nou kortweg, er zijn meerdere smaken morgen. Ik kreeg vandaag een belletje van Jan Huzen. Die heeft een demonstratie aangemeld. En hij noemde 10 punten op. De demonstratie die hij gaat organiseren is onder andere om nog eens aandacht te vragen voor de toeslagenaffaire. Slachtoffers van de aardbevingen vanwege de gaswinning. Nou ja, elke misstand die we maar hebben kunnen zien de laatste tijd. Nou, daar houdt hij een demonstratie voor. Dus smaken genoeg. Je kan je aansluiten onder de grote gemeenschappelijke noemer. Of zoals ik, voor alle punten. Ja, alle punten. Alle corruptie, alle bullshit. Dus nogmaals, ik ga daar gewoon keihard naartoe morgen. Ik ben om 11:30 denk ik op de Dam.
Ik neem een megafoon mee, want er komt geen geluidsinstallatie. Er komt geen scherm. Er is alleen een podium. Hallo Grietje, dag Stefan. Karin, Yvonne. Nou leuk, we zijn met z'n heleboel jongens. In ieder geval, ik hoop heel veel mensen daar te zien morgen. Ik heb uit goede bron vernomen dat het een hele gezellige dag wordt. Ik zou wel een parapluutje meenemen, of een zwarte vanwege de black umbrellas, of een gele vanwege dat je toevallig een gele hebt, weet ik veel waarom. In ieder geval, het gaat regenen, vandaar. Dat was hem eventjes van mij. Stefan, ik hoop dat er 100.000 mensen komen morgen. Ik ben bang van niet, maar in ieder geval, ik hoop iedereen daar te zien. Ik sluit me helemaal aan bij Jan Huizen. Ja, hij komt met het podium. Ik geef hem de LNN megafoon. En ik hoop dat er heel veel mensen zich geroepen voelen om zich uit te spreken over de verschillende dingen. Voor de rest heb ik even niet zoveel. Ja, ik ben onderweg naar Hoorn. Dat kan de mensen niet ontgaan zijn dat we daar een heel leuk project zijn begonnen. En dat heet dan Fires for Freedom. Als je daar nog niet alles van weet, zou ik zeggen, ga die Facebookpagina's volgen. Het is een heel mooi idee. We hebben daar een soort terrein waar we een vuur 24/7 aanhouden. En ja, dat zijn een groep gelijkgestemde mensen die in ploegen die ze daar bivakeren, gezamenlijk koken. We nodigen ook mensen uit. Ik heb 2 weken geleden nog Huig Plug uitgenodigd. De bus staat er ook, voor als er iemand toevallig wil slapen. Dus ik heb in de bus een interview met Huig Plug gedaan. En ja, nou goed, in ieder geval, als je daar een keer wil aansluiten, dan zou je eens in kunnen verdiepen. Want we hebben brandhout nodig, schoon hout. Het is een magisch vuur of een heilig vuur. Het is aangestoken in een procedure met een drumcirkel. En ja, het is gewoon hartstikke leuk. Het is ook heel erg confronterend, want ja, we zitten in ploegendiensten daar. Bivakeren we daar. En ja, dat is best wel... je komt jezelf best wel tegen. Ik zelf ging van 300 km per uur drukte. Zit ik ineens in Hoorn drie dagen in de week. Ja, en dan is er ineens het niks. Ja, fikkie steken, gezellig rond het vuur zitten. En koken en hout hakken en dingen. Dus... Maar goed, ik zou zeggen, verdiepen er een beetje in. Ik wil iedereen uitnodigen. Kom morgen gezellig mee. Kom even een knuffel uitdelen. En als je denkt dat je wat zinnigs te zeggen hebt, kom dan naar het podium van Jan Huizen. En dan krijg je de megafoon en dan mag je uitspreken. Dat is in het kort van mij. Allemaal bedankt voor het kijken. En ik zou willen zeggen, fijne avond en tot morgen, lieve mensen. Tot morgen.